dat is inderdaad een, denk ik, een hele relevante term. Als we letten op de ontwikkelingen in de samenleving, dan zoeken we altijd naar iets wat een beetje houvast heeft. En op een bepaald moment heeft iemand die term burgerkracht gebruikt en gezegd, dat is nou precies wat wij bedoelen. Wij verwachten het niet van instellingen, we verwachten het niet alleen van overheidsorganen. Wij gaan weer burgerkracht ontwikkelen. Dat is een beetje... En Serebroek vind ik een prachtig voorbeeld hoe een heel goed begin is gemaakt van de ontwikkeling van burgerkracht. Ja. Voelt het ook krachtig trouwens? Voelt het een beetje trots? Ja. We zijn allemaal heel trots. Ja.